Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is het de hoogste tijd voor een nieuw deel van Vegan in de Supermarkt. Het is niet bij te benen. Het is nu september. Het is 20 september maandag. Ik heb hier de tafel vol liggen met producten die ik de afgelopen dagen heb gekocht in verschillende supermarkten. Dit is maar een klein gedeelte. Eigenlijk vrijwel bijna alles komt van de Jumbo dit keer. Maar vandaag, maandag 20 september, zijn er alweer allemaal nieuwe producten bijgekomen. Dus het is echt bizar. Een mooie ontwikkeling. Ik ga beginnen met deze maaltijd en die ga ik ook echt gelijk eten, want ik ga dit ook gelijk als avondeten eten. Dit is een kant-en-klaar maaltijd die vegan is en dat zie je eigenlijk niet zo veel. Je hebt op zich wel vegan kant-en-klaar maaltijden. Ik heb daarover een artikel geschreven, die zal ik hieronder linken. Maar met vooral diepvries opties. En ik wil toch ook wel een keer gewoon een, nou ja, precies dit eigenlijk. Gewoon een eenvoudige pasta. Die je gewoon verwarmt. We hebben geen magnetron momenteel, maar deze kan je gelukkig ook in de pan verwarmen. En ik kon geen dierlijke ingrediënten ontdekken in de ingrediëntenlijst. Er staat wel op vegetarisch, maar wat mij betreft is die dus ook vegan. Maar dat zal niet mogen, omdat er dus, even kijken, kan bevatten ei. En nou ja, als je echt een eiallergie hebt, er kan een spoortje van ei in zitten, omdat er in dezelfde fabriek maaltijden worden gemaakt met ei. Dus vandaar dat ze dat verplicht zijn. Maar verder is die gewoon helemaal vegan. En hij is 3 euro. Wat ik wel een hele redelijke prijs vind voor een maaltijd. Het is 400 gram. Dat is best wel een flinke portie voor een avondmaaltijd. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga hem even verwarmen in een pan. Zonder olie en zonder boter staat er. Dus in een goede anti-aanbak koekenpan. En dan ga ik hem proberen. Dus ik ben zo weer terug. Kijk. Dit is hem. Het is gewoon een hele eenvoudige pasta, wel een dikke pasta, niet echt spaghetti, maar meer bami-achtige pasta. Met courgette en tomatensaus. En ja, nou ben ik wel iemand die er graag parmezaanse kaas overheen doet. Dit is mijn zelfgemaakte parmezaanse baas, zoals ik hem noem. Ik zal hem hieronder linken. Super makkelijk, met cashewnoten, edelgistvlokken, knoflook, poeder en zout. En dat geeft het gewoon net even een extra bite. Kijk eens even hoe lekker dit eruit ziet, though. En natuurlijk kan je dit wel zelf maken, heel makkelijk. Maar ja, en wil je het wel echt wat gezonder maken, dan kan je er heel makkelijk bijvoorbeeld een beetje wokgroente bij doen of groente die op moet. Een beetje meebakken. Dit is echt zo klaar. Ik ben heel benieuwd. Oh ja, nog een hapje hoor, van echt van de pasta. Ja, ik zou dit zeker nog een keer kopen, want het is lekker voordelige prijs, 3 euro. Het is een prima portie. Je kan er zelf ook nog van alles bij doen om het te pimpen. Het is zo klaar. Even verwarmen in een pan. Het is echt zo klaar. Ja, dit is ideaal. Want ik kan wel doen alsof ik iedere dag zelf kook. Maar dat is niet zo. Ook ik heb wel eens een baaldag dat ik denk, oh, ik heb echt geen zin om te koken. Voor dit soort dagen is het echt ideaal. 3 euro. Echt positief. Omdat het best wel veel producten zijn en ik best wel wat ga kletsen tussendoor, ga ik hieronder in de beschrijving een timestamps maken. Dus dan kun je klikken op de minuten en dan ga je naar het product. Dus ben je alleen maar puur nieuwsgierig naar het product, dan denk je, mens, I don't care. Ga dan gewoon lekker door naar de producten. Maar vind je het wel leuk om te horen waar ik allemaal mee bezig ben, of wat ik allemaal denk, of wat ik allemaal bedenk tijdens het opnemen, dan blijf je gewoon lekker kijken, gezellig. Ik eet het gewoon op en ik heb nog wel wat te vertellen. Namelijk dat ik echt onder de indruk ben van het momentele aanbod in de supermarkten van vegan producten. Het is bijna niet bij te houden. Echt waar. De producten die ik deze keer laat zien komen vooral bij Jumbo vandaan. Daar was ik zaterdagavond en ik was er al een tijdje niet geweest. En ik heb op mijn gemak hier de winkel doorgelopen. En ik kwam nog best wat vegan producten tegen. Maar inmiddels is het maandag. En het is bijna niet bij te houden hoeveel nieuwe producten er vandaag alleen al bijgekomen zijn. Dus echt bizar. Zo is vandaag de Jumbo zelf ook weer gekomen met een nieuwe vleesvervanger, namelijk vegan haché. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ga ik ook zeker nog een keer proberen. Ik kijk even op mijn speakbriefje, want ik heb het opgeschreven, want het is er zoveel. Lidl heeft een hele nieuwe zuivellijn geïntroduceerd. Het ligt nu deels in de winkel, er komt nog meer bij. Even kijken, Albert Heijn heeft nieuwe vleesvervangers, waaronder Zweedse balletjes, die vegan zijn. En de Plus kreeg ik doorgestuurd van iemand die had foto's gemaakt. Gigantisch veel nieuwe soorten plantaardige kaas van merken die ik helemaal niet ken. En er is vandaag van Garden Gourmet een plantaardige tonijn verschenen. En ik heb al van diverse bezoekers van Wat Eet Je Dan Wel die het geprobeerd hebben gehoord, dat het echt heel bizar
is. Dat het heel erg op tonijn lijkt. Dus echt een aanrader. Ik ben zo benieuwd. En verder weet ik van een aantal andere producten, andere merken die deze week uitkomen met nieuwe producten. Daarover heb ik persberichten gehad en zo. Andere informatie die ik heb gekregen daarover, wat nog gaat verschijnen. Amazing gewoon. En zo was er vorige week maandag, kwam Vivera. Vivera kwam vorige week maandag met het nieuws dat ze een plantaardige frikandelburger hadden gelanceerd. En dat die te koop is bij Vomar en Coop. Nou hebben wij in Rotterdam geen Vomar. Wel Coop. Maar ik moet er wel echt wel eventjes voor de deur uit, zeg maar. In onze straal hebben we er 4. En ik durf bijna niet te zeggen hoe vaak ik naar de Coop ben gegaan de afgelopen week. Ik heb heel hoge stappen gemaakt. Stappenteller, zeg maar. Die is echt sky high. Omdat ik elke keer... Het laat me dan niet los. Want als een product als een frikandelburger uitkomt, moet ik gewoon proberen. Ik wilde het zo graag al een video hebben met taste test. Maar ik ben er dus niet aangekomen. Want onze Coop in de buurt hebben het gewoon niet. En ik ben dus zo iemand die dan niet de winkel durft te verlaten zonder te betalen. Dat je zonder zelfs scan. Ik kom daar ook niet de potjes door zonder een bon. Dus elke keer kocht ik maar een blikje drinken. Ik dacht, ja, dan heb ik in ieder geval iets wat niet te duur is. Ik hoef het ook niet zo te sjouwen. En ik heb even voor de grap op mijn bankrekening gekeken. Het is echt heel erg. Ik heb echt wel, ik denk serieus, 15 tot 20 keer de Coop gecheckt de afgelopen week. Of de frikandelburgers van Vivera er al waren. Ik heb het even losgelaten. Want op een gegeven moment werd het wel een beetje een obsessie. Maar goed, anyway. Ik heb gelukkig genoeg andere producten om te proberen. En die frikandelburger die komt wel. Maar ik vond het wel grappig om te zeggen dat achter de schermen gaat niet alles over rozen. En ja, je moet wel moeite doen soms om aan dingen te komen. Wat helemaal niet erg is, want het is goed voor de stappen. Dus laten we het maar zeggen. Ik ga nu eventjes mijn pasta opeten. Want het is best wel messy met tomatensaus. Dus dat ga ik even, ja, off camera doen. Tot zo. Ik heb niet helemaal opgegeten trouwens, pasta. Want ik ga nog veel proeven en ik kijk straks nog wel of ik nog meer trek heb om hem helemaal op te eten. Dan een ander hartig gekoeld product wat ik kocht bij de Jumbo. Er zijn er 2, maar mijn Jumbo had er maar 1. Dat is deze kaas op basis van cashewnoten. En die andere is een soort brie. En dit is meer een soort, ja, waar moet je het mee vergelijken? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is gewoon een soort een notenkaasje eigenlijk. En, maar ja, dan ziet het er wel heel anders uit dan de verpakking als ik heel eerlijk ben. Maar ja, wie weet. Zo ziet het eruit. Het is meer een smeerkaas dan dat je het echt zo aansnijdt, denk ik. Oh, het is toch stevig. Ik had niet verwacht dat het zo stevig was. Ga een klein stukje proberen. Het ruikt lekker. Oh, heel apart. Lekker. Ik moet helemaal even wennen, ook omdat ik nu zie staan dat er bloemen in zitten. Ja, ik vind hem wel ietsje te zuur. Ja, ik vind hem wel oké. 7, denk ik. Ik zou hem niet nog een keer kopen, want ik vind hem ook wel prijzig hoor. Aan de andere kant, cashewnoten zijn gewoon heel duur. En het is natuurlijk op basis van cashewnoten. Dus ik snap de prijs wel en ik heb er ook wel begrip voor. Dan de volgende. Dit zijn Tasty Vegan Kaneelsuiker Muffins. Ze zijn per 2 verpakt en die vind je op de bakkerijafdeling van Jumbo. Die had ik al een tijdje geleden op de website gezet, maar ik kon ze steeds maar niet vinden. Of ze waren op of ze hadden ze gewoon niet. Nu lagen ze er. Gelijk meenemen natuurlijk. Oh, dit ruikt naar Cinnabon. Oh, lekker. Ja, dit ruikt naar Main Street en Disney. Oh my god, dit ruikt heel erg lekker. €2,99 voor 2 stuks, oftewel €1,50 per muffin. Ze zijn wel behoorlijk fors hoor. En ze zijn wel zwaar. Dus ze zijn wel compact. Het is niet alsof je een 1 hap en je hebt een muffin op. Ik denk dat dit wel behoorlijk vult ook. En het zit ook wel in zo'n mooi bakpapiertje. Ja, het ziet er gewoon goed uit. En het ruikt heerlijk. Het ruikt echt heel goed hoor. De smaak is ook echt prima. Zou ik deze zeker nog een keer kopen? Ja, absoluut. Ja, zeker weten. En dan iets anders wat ik niet ga proberen nu, want ik laat hem dicht. Is, ik kan het niet uitspreken. Laat ik het maar niet doen. Zo heet het. En het is hele lange, dunne plakken met wit zacht brood zonder korst. Een soort, ja, ik denk een soort casino brood, maar dan echt heel zacht. En dit is geschikt voor sandwiches, tosti en borrelhapjes. En ik dacht dus gelijk aan een vegan high tea, wat ik ook ermee ga maken binnenkort. €1,89 en het bevat dus geen dierlijke producten, wat ik ideaal vind. Want meestal, eigenlijk altijd, bevat witbrood, iets van melk of ei. Dus hoe dit verder smaakt en bevalt, dat lees je en zie je later op wateetjedanwel.nl. En dan heb ik 2 houdbare snacks eigenlijk van Jumbo, allebei. Eentje van het huismerk en eentje van een voor mij compleet nieuw merk. Laat ik beginnen met die van Jumbo. Dit zijn vezelreep
dadel naturel. En hij is er ook in appel, zag ik op de website. Maar de Jumbo waar ik was, een vrij kleine Jumbo, die had het niet. Anders had ik denk ik wel voor de appel gekozen. Want ja, het is een vrij saaie... Ja, niet saai, maar ja, oké, okay, saai reepje. Het is namelijk een heel verantwoord reepje. Het bestaat uit dadel, amandel, haverbloem en zonnebloemolie. Het is ideaal voor onderweg. Want ik ga morgen sinds 2 jaar weer naar een event. Een influencer event, zeg maar. Het is echt lang geleden. En ik dacht, laat ik maar eventjes iets bij me hebben in mijn tas. Voor onderweg, in de trein. Zo ziet het eruit. Echt hele kleine reepjes, 3 stuks. 1,69. En dat vind ik echt wel duur. Voor het huismerk. Oh, ze lijken ook echt op die van... ik ben de naam kwijt. Ja, het is precies zoals ik dacht dat het zou ruiken. Dit zijn gewoon echt hele eenvoudige dadelreepjes. Maar wel super handig om in je tas te hebben. En ja, ik valt niet zoveel over te zeggen. Ik denk dat ik ook niet echt zat te kijken van de smaak. Prima. Gewoon voor een beetje energie. Ja. Handig voor je tas. En dan heb ik nog eentje. Die was wel een stuk duurder hoor. Dit was €2,99 voor 4 reepjes. Ook kleine reepjes. Maar ik vond de verpakking zo cool. Ze hebben trouwens nog 2 andere soorten. Staan op wat eet je dan wel.nl. Full fruit, no crap. Ja, dat is gewoon leuke teksten erop. Gewoon mooie kleuren. Gewoon mooie verpakking. Cool. En dit is dus een reepje met strawberry popcorn. Er staat hier dat 1 reepje gemaakt is met 1 dadel, 1 stukje appel, 2 gram popcorn en 1 aardbei. Heel verantwoorde reep. Hier verwacht ik wat meer van. Ik vind vooral de popcorn erg spannend. Ziet er zo uit. Ook weer ideaal voor je tas. Oh, ruikt lekker. De aardbei. Je ziet ook echt stukjes popcorn. Lekker. Ik denk dat kinderen deze ook wel heel erg kunnen waarderen. Het is lekker zoet. Ik zou deze nog wel een keer kopen, zeker wel. En dan, ook van Jumbo, ijskoffie. Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Ik maak graag zelf ijskoffie. Met cold brew. Ik zal hieronder het recept linken en ook welke koffie ik gebruik. Als je die bestelt, krijg ik een bedrag. En dat kan ik heel hard gebruiken voor dit soort boodschappen, dit soort video's. Noem maar op, even een momentje van reclame tussendoor. Oh, het ruikt wel lekker. Ja. Het ruikt alsof van die bekertjes ijskoffie die ik heel af en toe koop van bijvoorbeeld Alpro en Starbucks. Daar ruikt het naar. Dus ik verwacht ook wel dezelfde smaak. Ik ga even een glas pakken met ijs erin. Dit smaakt eigenlijk wel bijna hetzelfde als die duurdere bekertjes met ijskoffie van dat soort merken. Hij is lekkerder dan ik had verwacht. En natuurlijk veel voordeliger dan elke keer die kleine bekertjes. Die €1,99 voor betaald voor een pak met 1 liter. Ik vind trouwens de verpakking van deze Jumbo ijskoffie vind ik echt heel erg mooi. Moet je kijken, het is zo stijlvol. Heel vrolijke verpakking. Wat ik ook heel sympathiek vind van Jumbo is dat het zinnetje als je ergens niet tegen kan. Hier zo. Dat vind ik heel sympathiek. Ik heb nog 2 drankjes over. Dit is nieuw in Nederland. Er zijn verschillende producten van, maar ik heb er 2 gekocht. Dit is de reguliere melk op basis van erwteneiwit. En dit is chocolademelk daarvan. En deze week bij Albert Heijn betaal je maar de helft. Normaal is het €2,39. Dat geldt voor zowel deze 3 als dit pak. En nu is het maar 50% korting is het €1,19. Dus ik dacht, dit is een mooie gelegenheid om dit even te proberen. Deze had ik al eens eerder geprobeerd trouwens. Ik ben heel benieuwd naar deze. Dit is echt hele goede melk voor in de koffie. Plantaardige melk. Meestal plantaardige melk heeft echt zo'n smaakje wat heel erg blijft hangen. Of wat heel erg door je koffie heen komt, zeg maar. Wat heel erg overheerst. Is hier niet het geval. Het is sowieso... Kijk nou alleen al die verpakking. Het is echt heel cool. Wunda. En hij schuimt trouwens ook goed op in de melkopschuimer. Maar deze is dus echt nieuw voor mij. Deze ga ik nu proberen. Dit is dus chocolademelk. Op basis van erwtenproteïne. Dit is echt heel lekker. Hij is niet zo dik. Sommige plantaardige melk met chocoladesmaak zijn heel dik. En heb je daarna echt een vol gevoel ervan. Het is wel lekker, maar een heel vol gevoel. Maar dit is echt heel dun. Oh, dus hij heeft ook nog vitamine D, B2 en B12. Laag in vet. Hoog in vezels en calcium. Het is glutenvrij. En dit is dus op basis van erwten. En deze week dus maar, tot en met zondag. Voor 50% van de normale prijs. Dus als je het ook wil proberen, is dit de week om het te proberen.
Ik ben er doorheen, dat was het voor nu. Binnenkort kom ik weer terug met nieuwe producten. Want ja, zoals ik al zei, het is momenteel een explosie van nieuwe producten. Ik vind het echt superleuk om op deze manier het voor de camera voor het eerst te proberen met jullie. Ik hoop dat je het ook leuk vond om te kijken. Is er nou een product wat jij hebt gezien waarvan je denkt, Suzanne, ga het even halen, want ik wil echt zien wat jij ervan vindt. Laat het me weten in de comments en dan kijk ik wat ik kan doen. De frikandelburgers, die laten nog even op zich wachten dus. Misschien komen die de volgende keer aan bod. Ik hoop het wel. En dan zou ik zeggen voor nu, dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!